Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Spoor, hier op Vaco Games. En jongens, de wobbelbobbel is bijna groot genoeg en bijna intelligent genoeg om in een stamfase te gaan wonen. Alleen op dit moment is die nog net even een klein beetje te dom. Tenminste, volgens die game. Als je hem zo af en toe ziet, denk je van, hoe gaat dat beest ooit in een huis wonen? Want hij gedraagt zich echt als een natte hond die net gezwommen heeft en vervolgens een bal krijgt. Zo gedraagt hij zich een beetje happy. Hier gaat hij zitten schaten. Nou ja, moet je ook doen, denk ik. Maar voordat het zover is, voordat we kunnen proberen om hem in een stamfase te laten wonen, moeten we natuurlijk eerst nog even een klein beetje intelligenter worden. En hoe wordt een wobbelwobbel slimmer? Nou, door gewoon andere beesten af te maken. Ik weet niet waarom, maar zo schijnt het te werken. Dus we gaan gewoon weer met onze gezellige club op pad. Oh, hi. Gekko's. Ja! Yeah! We moeten er 50 afmaken. Of 50? 5. 50 is wel heel veel. Nee, niet dansen, wobbel, wobbel. Grijp hem nou. Godse Mickey. Grijp ze. Ja. Nog 4. Nog 3. Er zit er daar nog eentje, een alfa. Nog 2. Daar zit er nog één in zijn nest. We moeten er nog 2. Dan krijgen we 40 DNA. Dat is best wel heel erg veel. Grijp hem. Kom op. En dat is 4, nog eentje. Wat liggen hier allemaal voor moois? Het zijn allemaal hele mooie dingen. Wauw, cadeautjes. Maar er moet er ergens zo'n beest zitten. Waar zit een gekko nog? Hallo. Gekko. We moeten ze wel hebben natuurlijk, want als die er niet is, dan kunnen we niet overgaan. Wat is dit? Hele mooie ogen. Schitterende ogen. Schitterend, maar ik zoek liever een gekko. Ik hoor ze wel. Daar! Ik hoor ze. Ja, kom maar. Kom on. Tijd om uit te sterven. Kom dan. Ja, nou, dan pakken we je jonkie wel. Ook goed. Doei. Weer eentje uitgestorven. Kom op, we vreten hem op. Ham, nam, 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 nam. Lekker. Kijk, als roofdier moet je genoeg eten, hè. Wat is dit? Rofidussen. Geen idee wat het is. Maar ik krijg er 15 DNA-punten voor. En daar doe ik het voor. Hop, nog 4. We moeten nu gewoon even een beetje tempo maken. We zitten al zo lang in die wezenfase. Ik wil naar de stamfase toe. Daar nog eentje. De alfa. Het is echt alsof het een stelletje van die Jurassic Park monsters zijn die nu on the loose zijn. Er is er nog eentje. Daar. Hé, hey, in plaats van dat je je vrienden verdedigt, gaat hij een beetje op een afstandje zitten. Loveback. Kom op. We did it! Oh yeah! Ja, dan ben je slim, wobbel. Bam! Oh man, jongens, doe even een like voor een hele slimme wobbel. Godzie, Mickey, ja, daar ben je trots op, hè? Ja. Gefeliciteerd! Je brein heeft zijn volledige omvang bereikt en het barst bijna uit zijn voegen. Maak je klaar om naar de stamfase te gaan. Oké. Je hebt het einde van de voedselketen bereikt. Nou, daar waren we nog niet achter. Als je klaar bent om naar het stamleven te gaan proberen, klik je op de knop doorgaan naar stam. Waar is die knop dan? Wacht even. Klik hier om een stam te vormen. Je moet nog één keer naar de schepper gaan om je uiterlijk voor altijd vast te leggen. Dit is je laatste kans om armen toe te voegen en dat is handig bij het dragen van gereedschap. Oké. Dus, we kunnen nog één keer naar de creator toe. Laten we dat eventjes doen. Dan gaan we nog heel even kijken of dat we nog iets kunnen toevoegen. Waardoor het nog net eventjes een klein beetje beter is. Waar is meneer Wobbelbobbel trouwens? Dit is wel een heel mooi. Oh, wacht, dit is mijn nest helemaal niet. Dit is mijn nest helemaal niet. Waar is mevrouw Wobbelbobbel? Daar. Oh, liggen hier allemaal nog dingen. Hé, hey, wat is dit voor moois? Dat zijn. Geen idee wat het is, maar het is ongetwijfeld goed. Hier, Wobbelbobbel, een stok. Neem maar mee naar je huis. Ja, dat is een mooie stok, hè? Ja. Sloeg hij zichzelf nou op zijn kop met die stok? Of niet? Sloeg jij jezelf nou op je kop met je stok? Oh shit, I'm gone. Later. Oh, daar is meneer Wobbelwobbel. Kom eens. Kom, even foekie foekie. Nee, niet gooien met je stok. Kom. Dat vindt ze niet sexy. Kom. Misschien dat ze de stok van de Wobbelwobbel hier juist wel heel erg sexy vindt. Hé, hey, het is een mannetje. Want wij leggen eitjes. Ik vind het allemaal maar vreemd. Misschien is de Wobbelwobbel wel mannetje en vrouwtje tegelijk. Zou natuurlijk ook kunnen. Nou, kom op, geen nest in.
En knalde er even een ei uit. Dan ben ik ook weer happy. Dan ben ik happy. Ga weg. Gek dingetje. Ja. Ik moest even kijken wat er nou precies was. Ik moet namelijk mijn facecam opnemen op mijn laptop. En die staat daar. En dat is met fraps en blur. Heel ingewikkeld. Normaal gesproken zou ik OBS gebruiken. Maar dat werkt dus niet bij deze. Kunnen we nog iets van hele sterke armen toevoegen of zo? Die armen die we nu hebben, die zijn wel heel cool. Maar wel vrij standaard. Volgens mij hebben we deze al. Met grijpers, ja. Volgens mij hebben we deze al. De arm als een staart. Nee. Ik vind de arm die hij nu heeft eigenlijk wel goed. Weet je, we moeten ook weer niet te veel willen evolueren. Dat is helemaal niet nodig. Misschien hebben we er wel armen kunnen toevoegen. Slaan niveau 4. Ik heb nu slaan niveau 2. Slaan niveau 3. Kijk, dan moeten we gewoon deze toevoegen. Hij heeft in één keer 5 vingers. Hij ziet er wel een beetje raar uit. Dus ik moet een klein beetje anders doen. Nee, niet zo groot, man. Ook niet zo. Ik wilde... Nee, kleiner. Ik wilde hem... Die... En langer, kan dat ook? Dat zijn zijn poten, die zoek ik niet. Die. Ik kan wel zijn armen een beetje bijdraaien. Nou, hij heeft in ieder geval nieuwe handen, dat is goed. Misschien nog nieuwe voeten. Nieuwe poten, misschien dat daar wel iets mee. Strompelstelt. Ik denk niet dat we daar nou heel blij mee worden. Hieltenen. Klauwpoot. Welke hebben we nu? We hebben nu een soort van raptorvoet, toch? Deze hebben we nou, raptorklauwen. Springen niveau 4, bestormen niveau 4 en snelheid niveau 5. Ja, dit is allemaal niet beter, dit is allemaal slechter. Ik wil niet dat hij slechter evolueert. Ik vind hem eigenlijk wel goed zo. Let's do this shit. Let's do this, let's do this. Let's gaan op avontuur met de wobblewobble in de natuur. Laat maar. Kom op, wobblewobble. Tempo. Goed zo. Kijk of hij nou weer zo'n raar dansje doet. Hij zou nu heel slim moeten zijn, maar... Ik heb zo'n vermoeden dat voor de wobbelbobbel heel slim betekent dat hij gewoon zichzelf niet meer afmaakt. Ik denk dat dat heel slim is voor de... Ja, goed zo. Zijn we klaar? Om te verhuizen. Ik denk het wel. We gaan naar de stamfase. Woehoe. Door je acties als wezen heb je een eigenschap verdiend die je soort kenmerkt. En wacht je nieuwe, unieke vaardigheden in de stamfase. Let's do this. Dat was ik net ook. Ga weg. Blijkbaar had ik het ook gewoon via die knop kunnen doen. Maar dat durfde ik weer niet. Oké, daar gaan we, jongens. Let's do this. Oké, we nemen een stok mee. Onze eigen stok, hè. Ja, Wobby. Goed zo. Ja, goed, hard blijven slaan. Dat werkt echt. Ja, maak er maar een mooi trommel van. Ik ben trots op hem. De Wobbelbobbel heeft ontdekt hoe hij gereedschap moet gebruiken. Oh yeah. Daar mag je trots op zijn, Wobby. Met je stok. Oké, Wobby. Bouw een huis. Kom. Bouw een huis. Een mooi huis. Vuur. Yeah. Vuurtje erbij. En hij is nu echt de baas, hè. Hij is nu echt de officiële baas. Gefeliciteerd. Je staat op het punt om de stamfase in te gaan. Goed bezig. Goed bezig. Goed bezig. Een kampvuurtje voor ons. Dat is goed. Doe even de like alleen maar voor de stamfase, jongens. Ik denk dat er een hele mooie toekomst voor de Wobbelwobbel in de toekomst ligt. Met veel stokken, en veel huizen, en veel oorlog, en veel gepoep op het gazon van de buren. Ik denk dat hij dat wel gaat doen. Maar we moeten nu ook uitkijken, want dat betekent dus ook dat de buren een heel stuk sterker zijn geworden dan normaal. Dus... Oh, wauw. Ja, goed zo. Ze zijn er echt wel trots op. Met een dak boven je hoofd en vuur binnen handbereik betreed je het tijdperk van handgereedschap en trommelslagen. Maar pas op, binnenkort ontstaan ook rivaliserende stammen op dezelfde wereld. Wees waakzaam.
Goed man. Je bestuurt nu een bloeiende stam van 3 leden. Je kunt individuele stamleden of een groep selecteren om je wens te vervullen. En door samenwerking met andere stammen raakt je voortgangsbalk gevuld. Oké, dit is de voortgangsbalk. Dat was het dus net ook al. Vorm een bondgenootschappen met andere stammen of versla deze om je soort vooruitgang te laten boeken. Deze doelen leiden je door de stamlevens. Je eerste taak is je stam aan te kleden in de nieuwe stamaankleder. Oké. Stamaankleder. Ik vind het goed. Klik op het hoed-icoon om naar het stamlidvenster. Oké, daar. Oké. Stamlidvenster, daar. Hoi, jij. Stamoutfit. Hij moet wel kleren aan hebben natuurlijk, hè. Tenminste, ik denk dat het kleren zijn. Wat heb jij voor iets? Oeh, dat zijn allemaal dingen. Oh, nu hebben we kledingpunten. Hey, maar dat is interessant. Lichaamsschild. Spoortuig. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het vrij nutteloos. Een ring. One ring to rule them all. Kan hij ook om zijn voeten doen? Om zijn enkels? Nee. Dat gaat niet. Wat is dit voor iets moois? Een hoedje. Wauw, mooi hoedje. Wel echt schitterend. Bakkerskleding. Nee. Een bodyvok. Ah, welkom te shittyvok. Nope. Een leuk hoedje. Nee. Hij moet er wel cool uitzien natuurlijk, hè. Hij kan er niet half uitzien. Hij moet wel cool zijn. Raar, wat heb ik hier nou allemaal aan, man? Waarom zou ik hem een Oeh, dit is wel heel stoer. Wauw. Die is dan wel weer heel vet. Oké, die houden we. En dan nu. Een verenkilt. Anders worden ze ballen koud. Een leeuwenpak. Is leuk voor op je schouder misschien. Nee, niet hu. Hier, voor mij. Dat is hem niet. Ik wil een lichaamsschild. Maar dit is allemaal niks. Ik wil iets wat cool is. Dit is niet cool. Dit is allemaal... Snor! Ja, snor. Ik ben een wobbelbobbel met stijl. Nee, maar een snor heeft natuurlijk niet nodig. Maar nou is even de grote vraag. Wat zijn dit? Indianenveren. Ja, leuk. Waarom zou ik hem een indianenveren op zijn hoofd geven? Ziet het er niet uit, man. Oh, akatenu. Ja, akatenu, dat zou ik ook zeggen. Maar ik snap dit niet helemaal. Waarom zou ik hem een indianenveer willen geven? Het ziet er helemaal niet eng uit. Oké, zo, go. Goed genoeg. Hij doet het er maar mee. Ik denk van, nou, dan gaan we wel hele coole kleren aantrekken, maar valt toch wel een beetje tegen. Dit valt ook tegen, mijn thee is op. Balen, man. Wat is dit? Er was hier nog eentje. Gereedschap. Hey. Wat hebben we allemaal? We hebben didgeridoos. Maar dan moeten we naar burige stammen imponeren. Die is allemaal te duur. Stenen bijlen zijn ook te duur. Oh. Oké. Okay. Zou wel goed zijn. Nu kun je de camera overal in de wereld naartoe verplaatsen. Hiermee kun je de stamleden of groepen in de gaten houden die je een bevel hebt gegeven. We pauzeren even om de belangrijkste camerabesturingselementen te leren kennen. Hier maar een keer uitzoomen. Ja, maar dan kan ik dus ook met zo, hè. De linker. Oh, wauw. Goed, hé. Hey. Gelijk de pijl toetsen. Ja, maar dat wist ik toch al. Dit heb ik allemaal al lang geleerd, man. Goed zo. Oké, klik op het hut-icoon op de minimap daar. Klik op het portret van een stamlid. Daar. En kunnen we er een dingetje omheen? Zo. Oké, we gaan voedsel zoeken. Dat is goed. Jonkie aapmonster. Daar. Go kill ze, jongens. Ga ze afmaken. Hup. Zo, dat ging vlot. Nog een paar. Hem. Hij is heel sterk. Maar niet sterk genoeg voor ons. Vroeger waren we met z'n drieën. Dat ging veel sneller en veel vlotter. Oké, maar nou moeten we dus eten verzamelen. Jaag op prooi voor vlees of vis. Nou, kijk eens. Jij ook. Even een grote schaal met eten. Lekker naar huis brengen. Goed. Nou, oh, dat ziet er lekker uit. Schitterend. Leg dat maar neer. Oh, kijk, ze hebben een eitje gebakken. Kijk, ze leren steeds meer. Leg dat maar bij.
Oh, dan hebben we 22 eten. Ah, klik op je hut en voeg een jonkie toe. Ah, zo cute. Hey, jonkie. Oh, ze hebben nu ook echt namen. Deze heet Mannetef. Die is Schilloe. Hey, ben jij nou echt serieus mijn beest aan het afmaken, of niet? Ja, ga hem eens helpen. Je vriend wordt aangevallen. Ga er eens wat aan doen. Goed zo. Oké, vreet hem op. Ja, daar ben je trots op, hè. Zou ik ook zijn. Oké, ga eten halen. Bij de buren. En breng terug naar huis. Dit is wel handig. Dan kunnen we dus nu gewoon extra wobbelbobbels maken wanneer we willen. Jonkie? Kan ik jou ook besturen? Dat kan nou weer niet. Ja, goed, die wordt vanzelf groot. Toch? Nog een jonkie. Zo cute. Dit is niet cute. Op jouw planeet heeft zich een rivaliserende stam van Chumboe gevormd. Maar denken ze wel niet? Dat ze een beetje op mijn planeet kunnen komen wonen? Dat denk ik toch niet. Mijn planeet is mijn planeet. Het stamhoofd is de leider van je stam. Je stam kan de strijd aangaan zonder het stamhoofd, maar het stamhoofd is wel nodig bij sociale ontmoetingen met andere stammen. Gevolgvaardigheden krijgt de stam van het stamhoofd. Om een gevolgvaardigheid te kunnen gebruiken, selecteer je eerst het stamhoofd en klik je vervolgens op de vaardigheid die je wil gebruiken. Oké, daar. Die. Welke vaardigheid heeft hij dan? Geef een andere stam een geschenk. Imponeer de stam of val deze aan. Nee, maar waar zijn ze dan? Waar wonen ze dan? Hallo? Oh, hier. Oh, gezellig. Nou, weet je vaak ook, gamers. Ik denk dan dat we de volgende keer op bezoek gaan bij de Chumboe, heten ze. Gaan we daar eventjes langs. Gaan we even lekker chillen met ze. Kopje koffie drinken, een beetje barbecuen. Al die shizzle die je doet als je nieuwe buren krijgt. Ik hoop dat jullie vandaag voor mij weer eventjes een like op deze video willen doen. Als je dat nog niet gedaan hebt, ik ben van plan om de komende dagen gewoon weer lekker spoor te gaan uploaden. Dus hopelijk willen jullie dat voor me doen. En ik zie jullie morgen dus weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Spoor hier op Vaco Games. Mazzel!